Vrijdag is het raak, dan eet ik weer patat. En daarna ga ik een borrel halen bij ons in de stad. En als ik s'nachts naar huis toe ga, shawarma onderweg, dan is het maandags echt weer tijd voor doktersoverleg. En weet u wat mijn dokter zei? Liever te dik in de kist dan weer een feestje geweest. Chips en zware check. En als ik dan weer honger krijg, nog even langs de Mac. En daarna naar de voetbal toe, ik sta weer buiten spel. Ben het beste in de derde helft, ja dat begrijpt u wel. En weet u wat mijn trainer zei? Liever te dik in de kist dan weer een feestje gemist. Het maakt niet uit. Zo rond een uur of twee. Het spijt van al het eten en de dingen die ik deed. Ik kijk dan in de spiegel en is echt geen gezicht. En ik denk dan bij mezelf, je bent een bord voor jou geweest. Ik niet alleen, hè. Kom op. Dames en heren.